Ik moet zeggen, het ruikt echt wel achterlijk goed. Daar moet ik gewoon een hond gaan worden. Hallo allemaal en welkom bij Vicky TV. We gaan het vandaag hebben over de voeding van honden. Wat is eigenlijk het beste voor je hond? Vers vlees, blikvoer, droogvoer, noem het maar op. Marnix staat hier naast me en die kan er echt alles over vertellen. Ik zie hier echt een prachtig beest. Wat ja. Is dit voor hond? Dit is een zogenaamde Mastin Espanol. Mm-hmm. En met nog iets gemixt doorheen. Echt een enorme hond, zoals je ziet. Ja, het lijkt net dus uit de film te komen. Ja, maar heel zachtaardig karakter, zoals je merkt. Dus ja, het, echt een lieverd. En als je kijkt naar zijn gebit, dan zie je dat het dus echt perfect eruit ziet. Zo, dat ziet er inderdaad heel erg goed uit. En als we kijken naar voeding, wat eet zo'n hond? Kijk, van oudsher is natuurlijk een hond een of andere aaseter geweest. Ja. Die alleen maar vlees van botten wilde halen. Mm-hmm. Vers vlees, ja, dat is tegenwoordig aardig hip aan het worden. Maar het probleem is, vers vlees gaan we eraan voorbij dat er soms ook stoffen niet in zitten. Mm-hmm. Die honden wel nodig hebben. Ook zitten er allerlei parasieten in. Oh. Bacteriën, waaronder de salmonella. En daar wordt de hond zelf niet ziek van. Mm-hmm. Maar de kindjes die lopen te voetballen op dat veld waar de betreffende eigenaar wellicht niet zijn poep opruimt, komen dan wel weer in contact met dit soort dingen. Dus tegenwoordig denk ik zeker als je voor gebit gaat en ook gebruiksgemak, is natuurlijk ook de brokvoeding belangrijk. Ik zie je met brokvoeding het minst aan gebitsproblemen ontstaan. Vond ik denk, als je dan zeg maar een gefabriceerde voeding wil eten, zou ik niet alleen maar blikvoeding geven, maar het hoofdbestanddeel die brok laten zijn. Nou, mijn hond gaat er altijd van aan de race. Ja, nee, dat lijkt me ook niet. Misschien dat niet het helemaal toch, de bedoeling. Dus dat blikvoeding is ook eigenlijk ongeveer 80% water. Er zit heel weinig droge stof in. Mm-hmm. Dus je moet er ook enorme hoeveelheden van voeren om dezelfde voedingswaarde als bijvoorbeeld die brok te geven. Maar wat op zich ook een goede is, om als je bijvoorbeeld dus gaat voeren, is dat je wel houdt aan de hoeveelheid calorieën die je in je hond stopt. En dat wisselt gewoon per type voer wat je geeft. Ja. Dus ik zal anders even een voorbeeld laten zien. Nou, zou je hem eventjes kunnen vastzetten? Ik weet niet in hoeverre dat uitmaakt, want volgens mij is die zwaarder dan ik. Nee. Wat je bijvoorbeeld ziet op deze verpakking, is hier een soort staartje. En daar staat dus een hond van 5 kilo, mag 85 gram per dag, enzovoort, enzovoort. Nou, in feite, als jij uit de losse pols voert, dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij je dolly voor een hond van 50 kilo aan het voeren bent. Terwijl ze hooguit een tiende van dat gewicht is waarschijnlijk. Ik moet zeggen, ik doe het altijd uit de losse pols. Maar ze ziet er nog wel oké uit, toch? Ze is nog aardig mager en goed figuur, dus wat dat betreft. Ja, maar ze eet ook niet heel veel of zo. Nee, nou, kunnen we kijken. Dolly die mag ongeveer 85 gram hebben. En deze hier mag 450 gram hebben. Nou, dan kun je ongeveer. Ik moet zeggen, het ruikt echt wel achterlijk goed. Daar moet ik gewoon een hond gaan worden. Want maar ik ben helemaal niet goed aan het schatten. Oh, stop maar. Dit is voor Dolly echt meer dan genoeg. Dit is zelfs een beetje veel, vrees ik. Meen je dat nou? Ja. Maar het is gewoon wel belangrijk om die dagportie af te wegen. Ja. Nou, in principe in die brokvoeding, dus zeg maar die complete hondenvoedingen, daar heb je zeg maar gewoon mineralen, vitamine, essentiële oliën, dingen die gewoon goed zijn voor die huid, gewrichten, over zijn hele afweersysteem. Mm-hmm. Dus dat ondersteunt allemaal je lichaamsfuncties. Dus in die zin is gewoon zo'n complete hondenvoeding, zie je die honden gewoon heel erg goed op gaan. Ja, dus dat, het is echt gewoon perfect samengesteld daarvoor. Ja, absoluut. Ja. En je moet nagaan, want die brokken, dat lijkt dan vaak heel weinig, maar die zetten ook nog weer uit in zijn maagzuur. Dus je moet sowieso altijd zorgen dat ze voldoende te drinken hebben ook erbij. Ja, het gaat met Dolly ineens heel erg goed. Ja. Nou, Marnix, duidelijk. Bedankt. Ja. Sorry Dolly, dat was niet de bedoeling. Maar hopelijk weet je nu meer over de beste voeding voor je hond. Vergeet niet op Vicky TV te abonneren. Druk dan eventjes op die rode knop, dan mis je helemaal niks. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doeg! Doeg!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pedigree Dentastix voor de dagelijkse gebitsverzorging.